In 1999 nam Edwige Vermeer deel aan de Miss België-verkiezing. Ze won niet, maar werd wel heel terecht gekozen tot Miss Sympathie. En van het een kwam het ander. Edwige werd even later gevraagd voor de danceformatie D.O. En de rest vertelt ze ons natuurlijk zelf in Dancing D.O. Waar anders? Goedenavond dames en heren, ik ben Edwige van D.O. en ik bevind mij momenteel in Gavre in Dancing D.O. waar voor mij alles begonnen is dat jaar. De eerste single dat jullie daarnet zagen, dat was een opname in Middelkerke. Vorig jaar dacht ik, en voilà, maar daar bleef het niet bij. We hebben ook een tweede single uitgebracht met als titel Got to be Free. En het was eigenlijk de doorbraak door ons. Time after time you walk in and out of me. Time after time it has to do not to sleep. But I realize I've got to let you go. Ik heb een achtergrondkoortjes gezongen. Toen was ik, oh, ik was vrij jong, 16 of zo, bij Helmut Lotti en Marca. Eternity is onze nieuwe single en speciaal voor de Rode Loper zijn we hier afgezakt in Dancing D.O. in Gavre. En jullie kunnen nu meegenieten van ons clubje. Look inside your heart and free your mind. Ik ben in Gent geboren, mijn vader is Belg, maar mijn moeder is afkomstig van Mauritius-eiland. Dat is een klein eilandje gelegen in de Indische Oceaan. Vandaar dus mijn exotische uitstraling. So come follow me, life is the key. Komt uit een heel muzikale familie en zo, dus zij heeft zelf ook in een gospelkoor gezeten in Mauritius. Dus ik denk dat ik het wel mee heb van haar kant. Ik heb 4 jaar jazzballet gevolgd, 4 jaar klassiek ballet en dan country dance bij Patrick de Koning. Begin september vorig jaar ben ik verschenen op een cover van een heel bekend magazine. Maar bon, daar blijft het eigenlijk bij. Ik heb verder geen ambities om model te worden. In de toekomst zou ik heel graag een andere stijl opgaan. Geef hem maar goede R&B. En het R&B-nummer voor mij bij uitstek op dit moment is een nummertje van Craig David, Walking Away. En moet ik daar nu echt een stukje van zingen? Oké. I'm walking away from the shadows in my life. I'm walking away. Of er een album komt, dat hangt eigenlijk een beetje af van het succes van Eternity en de volgende single. Dus als die goed lopen, dan komt er in het najaar zeker een album uit. Vind ik ook, ja. En dat was Edwige Vermeer van D.O. En u hoort ongetwijfeld nog van haar.